Orlando Engelaar liep dinsdagmiddag voorop tijdens de training van PSV. Misschien kwam het door het nieuws dat de aanklager betaald voetbal de rode kaart heeft geseponeerd. PSV kan dus de laatste twee wedstrijden beschikken over Engelaar. In het zonnetje trainde PSV dinsdag kort. De naam van Fred Rutte werd door de fans veelvuldig genoemd. Niet omdat hij constant achteraan liep, maar hij staat ter discussie. Hij zal sowieso dit seizoen afmaken en een eerder vertrek van Rutte gaat de club ongetwijfeld heel veel geld kosten. Hij heeft gewoon een heel goed salaris. Als je Rutte zou ontslaan, moet je dat afkopen een jaar. Dan zal Erik ten Hag ook afgekocht moeten worden. Wie weet, nog iemand van de technische staf. Dus dat zou PSV enorm veel geld gaan kosten. De vraag is wel of Rutte zelf nog door wil. En dat zal hij aan het einde van het seizoen, denk ik, bekendmaken. Je merkt wel, zeker rond de wedstrijd tegen Feyenoord, dat de spelers niet volledig eens waren met zijn keuze om zo op deze manier die wedstrijd te spelen. Het was de tweede keer sinds Rutte is aangesteld in ruim anderhalf jaar tijd, zeg maar in 100 wedstrijden, dat hij met een defensieve middenvelder speelde en zonder nummer 10. En daarmee in wezen gaf hij het middenveld uit handen. En daar is wel binnen de spelersgroep wel kritiek op geweest. Er staan nog twee wedstrijden op het programma. De kans is klein, maar PSV maakt nog kans om kampioen te worden. Maar het belangrijkste is denk ik dat, als ze moeten sowieso twee keer winnen, die laatste twee wedstrijden, dan wordt PSV in ieder geval tweede. En dan heb je in ieder geval nog uitzicht op de Champions League, weliswaar via de voorronde. Maar een derde plaats zou dramatisch zijn. Het zal nu wel populair zijn, hè?